We zijn vandaag in de wonderkamer tegenover de fundamenten van het slot op de Hoef, waar de heren van Egmond de geschiedenis geschreven hebben. Ik ga in gesprek met de heer Jan van Tricht, eigenaar en beheerder van de wonderkamer. Ja, wees u welkom. Ik ga u graag een hele korte rondleiding geven door de wonderkamer. Heel fijn, alleen één vraag. Wonderkamer, waar komt dat woord vandaan? Wonderkamer is natuurlijk een Duits woord. En de allereerste wonderkamers die werden eigenlijk gemaakt door de Duitse vorsten. Aan het Hof van München en aan het Hof van Praag waren enorme wonderkamers. En de heren wedijverden ook om de meest vreemde dingen die in de wereld voorkwamen, om die in hun collecties op te nemen. Ja, en dat woord wonderkamer is ondertussen een internationaal begrip voor wat wij in Nederland eigenlijk een rariteitenkabinet of een curiositeitenverzameling noemen. Nou, de inrichting van de wonderkamer is in grote trekken. Ik heb aan deze kant van, want we zijn hier in een oude stal, in de groep heb ik grote vitrines met de ijstijdcollectie. In het midden zijn collecties van fossielen en mineralen. En dat is allemaal gegroepeerd in diverse afdelingen. En de andere kant in de groep is een kammercollectie die komt uit de hele wereld. Dat is een uitgebreide verzameling. En ik weet niet of er een tweede in Nederland te vinden is die zoveel kan laten zien over de historie van de kam. In de wandvitrines heb ik verschillende collecties. Ik heb hier een verzameling pre-Columbiaans aardewerk. Dat is een vrij uitgebreide, ook in de onderkast kun je nog potten zien uit Zuid-Amerika. Pre-Columbiaans wil zeggen, dit is al gemaakt voordat Columbus Amerika ontdekt heeft. Gaan we verder, dan komen we bij een etnografische hoek. Dat zijn dus allemaal dingen uit Papua-Nieuw-Guinea. Ik heb dingen van de Eskimo's. Ik heb daar Indianen tooien. Daar hangen prachtige maskers uit Afrika, uit een bekende collectie. En verder is alles, ja, diverse dingen uit de hele wereld. Daar heb ik een vitrine met vroeg-Chinees aardewerk. Begin al met een neolithische potten. Dan heb je potten uit de Han-periode. Dat groene spul, dat is allemaal laat Ming. Dat zijn allemaal grafvondsten geweest. Daarvoor staat weer een koloniale 17e-eeuwse stoel. Die mag natuurlijk ook niet ontbreken aan een wonderkamer. En verder ziet u grote plakken met versteend hout. Ik heb daar een hoekje Indonesië met huisjes en bruidsdozen. Helemaal achteraan heb ik een kast met eieren van de sauris, de dinosaurus eieren. Ik heb daar twee hele mooie liggen. En dat is leuk om dat eventjes misschien in detail te zien. Ik heb een kaakfragment van de maashagedis, de mosasaurus. Enfin, het is eigenlijk te veel om op te noemen. Het is hier een hele mooie verzameling. Maar hoe bent u nu eigenlijk tot het besluit gekomen om deze verzameling op te bouwen? Ja, ik had natuurlijk al een groot aantal dingen had ik al thuis. En ik ben hier begonnen, achterin, om een klein kamertje leeg te maken, om daar een schelpenkabinet te beginnen. Dat was eigenlijk mijn eerste idee. Ik ga hier iets moois neerzetten voor de toeristen en voor de mensen uit het dorp. Dat ze kunnen zien wat voor verbazingwekkende dingen er uit zee allemaal te vinden zijn. En dat heb ik allemaal in een klein kabinetje heb ik dat samengevat. En toen dat eindelijk klaar was, want ik had wel het idee, maar ik had het materiaal nog niet. Toen sloeg dat zo verschrikkelijk aan. Mensen vonden dat zo leuk dat ik denk, ik moet dit concept uitbreiden. En ik had altijd al de stille wens om ooit eens een keer het concept wonderkamer neer te zetten. En toen heb ik in overleg met Hans, die deze ruimte gebruikte om exposities te houden van kunstenaars hier uit de buurt, om hier dus een soort van permanent museum te bouwen. En
dat is waar we nu in zitten. Dit is dus de wonderkamer die ik dan uiteindelijk heb gerealiseerd. Met het oogmerk om iets moois neer te zetten voor de gemeenschap.